Game 2 van de Holland Series tussen LND Amsterdam en Curaçao Neptunus. Shalimar Danchi tegenover Rob Cordemans. En Danchi wint dat gevecht, want hij slaat dit dribbelertje door de rechterkant van het infield. En John Polonius komt over de plaat. Dat is een 1-0 voorsprong voor Curaçao Neptunus. Dan gaan we naar de eerste helft van de vierdeling. Met Misha Harksen op de heuvel voor de Rotterdammers. En Denzel Richardson in het slagperk. En Richardson ramt deze bal in het buitenveld. Dat is een tweehonkslag. En Amsterdam lijkt dan op zoek naar een gelijkmaker tegen de sterk gooiende Harksen. Dan is het aan Kenny Berkenbos om Richardson of een honk verder of over de plaat te slaan. Maar hier heeft Amsterdam een beetje pech, want deze goede play van Harkse... die zijn handschoen uitsteekt en meteen zich omdraait. Richardson uit op twee en de aangooi naar het eerste honk. Kenny Berkenbos ook uit. Double play voor Rotterdam. Dan gaan we naar de tweede helft van diezelfde inning met nu Dashenko-Ricardo aan slag... en Dudley Leonora op één. En Ricardo raakt deze bal echt vol langs het lijntje in het linksveld. De afterburners gaan aan voor Dudley Leonora die gaat over de plaat komen. Moet nog wel eventjes onderuit en hij weet precies naar welke kant hij moet dankzij de goede coaching op thuis van Danchi en dan is het 2-0 voor Rotterdam. Nou het kracht vervangt dan Rob Cordemans en wij gaan naar de eerste helft van de vijfde inning... ...als Kalian Sams aanslag is voor de Amsterdammers. En deze bal vliegt langs de catcher en dat betekent dat er gescoord gaat worden op deze wilde worp. Van Weert komt over de plaat en dan is het 2-1 en komt LND dichterbij. Sams krijgt vervolgens vier wijd en Richardson is opnieuw aanslag. En Richardson had een goede dag, ging uiteindelijk 3 uit 6 in dit duel. Die slaat opnieuw een RBI-single, nu naar het buitenveld, naar het rechtsveld. Schoop over de plaat en het is gelijk in de vijfde inning. In de eerste helft van de zevende inning is Kenny Berkenbos weer aan de slag en hij heeft schoop op één. En Berkenbos raakt deze bal echt vol. Hij denkt misschien is hij er wel uit, een beetje verlangzamer. Maar nee, hij gaat tegen de muur. Net als Greg Muller, die in het veld is gekomen in het linksveld, hard tegen de muur op. En de RBI is daar. Berkenbos met een twee honkslag Amsterdam op 3-2 voor. Dan gaan we naar de tweede helft van de achtste inning met Shaldi Mardaci weer aan de slag. En Ricardo op twee en die kan naar drie van deze wilde worp van Tom de Blok... die net op de heuvel is gekomen, die de pick-off langs de tweede honk gooit. En dat doet hij vervolgens nog een keer, maar dan op thuis... want hij gooit hier de bal langs Max Clarijs, niet te goed in de handschoen. En dat betekent dat op twee wilde acties van de Blok een run over de plaat komt. Het is de 3-3 in de vorm van dashenko Ricardo. Beide ploegen weer op gelijke hoogte. Dan gaan we naar de eerste helft van de tiende inning, als Amsterdam enorm aandringt. Maar hier een grondbal van Roolean Rieke. Naar 1, naar thuis en weer terug naar 1. En dat wordt even stevig gevierd. Want dat is een heel erg belangrijke double play waar Rotterdam uit de inning komt zonder problemen. Ondanks de honken vol en één uit weet Amsterdam niet te scoren. Een halve inning later krijgt Neptunus ook een buitenkantje. Want met lopers op 1 en 2 krijgt Greg Muller hier een vrije loop. En dat betekent dat de honken volstaan met Neptunianen. Dan is het Nick Veldkamp inmiddels op de heuvel voor Donny Breek. Als Stijn van der Meer aan slag komt en die heeft de kans om de wedstrijd te winnen voor Rotterdam. Maar dat mislukt want hij slaat deze popfly naar het centerfield. En ook dit het gevaar komt dus zonder runs ten einde. Blijft het dan eeuwig gelijk? Nee. Want in de eerste helft van de 11e inning is Gilmer Lampen aan slag. En die raakt deze bal vol. Hoe vol? Nou, zo vol dat hij helemaal bedflipt. en langzamerhand naar 1 gaat lopen. Maar die bal blijft toch net binnen het veld. Het was heel koud in Rotterdam, dus deze viel ook weer dood een beetje in het outfield. Een tweehongslag voor Gilmer Lampen. Vervolgens hebben we een vrije loop voor Charlotte Schoop en een opzettelijk vierwijd voor Kalian Sams met de honken vol voor Denzel Richardson. En zoals ik al zei, die had een goede dag, want hij staat deze RBI single. Daarover gaan twee punten scoren. Zowel lampen als schoop over de plaat. En dat betekent dat Amsterdam een 5-3 voorsprong neemt in de eerste helft van de 11e inning. Kai Timmermans komt dan vervolgens op de heuvel voor Kevin Kelly bij Neptunus en hij krijgt Max Clarijs tegenover zich. En Clarijs heeft een goede Holland-series gedraaid en slaat ook hier weer dit balletje. En dat is ja, uitstekend gestopt door Leonora, maar hij kan geen kant op, want er is nog geen dekking op één. En op twee was de play al te laat. Dat betekent dat het zesde punt over de plaat komt in de vorm van Denzel Richardson. Berry van Driel wordt vervolgens nog van stal gehaald in plaats voor Timmermans. Hij krijgt Van Weert nog tegenover zich. En die slaat ook nog een RBI ground-out. Want hij zelf gaat uit op 1, maar Berkenbos over de plaat. Het wordt 7 tegen 3 in het voordeel van LND Amsterdam. In de tweede helft van de 11e inning is er nog een klein kansje voor Neptunus om daar iets aan te doen. Quinten de Cuba staat op het tweede honk. Maar John Polonius is niet in staat om hem over de plaat te slaan en dichterbij te slaan. Het wordt 7 tegen 3 in het voordeel van... Amsterdam, Kevin Kelly kreeg de los voor Neptunus, hij ging 3.1 innings in relief, Dashenko Ricardo had een goede dag 3 uit 3 met 2 vrije lopen, een RBI en een run, Charlie Medanchi 2 uit 4 met een RBI, voor Amsterdam Nick Veldkamp met de win, Denzel Richardson 3 uit 6 met 3 RBI's en een double en Charlon Schoop 1 uit 3 met 3 runs, scoort nou ook 3 vrije lopen.